Hallo allemaal, vandaag gaan we een breisom terugzetten op een breiraam. Ik heb hier een lapje met de stokkinet en met de figure 8. Figure 8 wordt ook de achtjesteek genoemd. Nu heb ik alvast een draadje erin gedaan. En zo'nzelfde draadje ga ik nu ook aan de achterkant bevestigen. Zoals je ziet heb ik hem één steek onder de afkant gedaan. En dat ga ik dus ook hier doen. Ik steek hem in principe eigenlijk altijd in het V-vormpje, in de linkerkant van de V-vorm. Dan ga ik hem netjes doorhalen. Dus ik pak overal de linkerkant. Ik haal hem er netjes doorheen, de hulpdraad. En ik zorg dat hij een beetje gelijkmatig zit. Zodat ik ook niet mijn steken kwijt kan raken. Idem dito ga ik dat natuurlijk met de figure 8 doen, of met de achtjesteek. De achtjesteek is een gedraaide steek, dus we moeten ook weer zorgen dat die dus eigenlijk gedraaid op de loom komt. Ook hier heb ik eigenlijk de tweede steek onder de afkant gepakt, dus ik heb heel mooi regelmatig nu eentje erboven. Dus dat kan ik dan als uitgangspunt nemen. Dat kan ik dan in principe ook doen met de tweede kant. Hier pak ik ook de linkerkant van het V'tje. En ook weer de hulpdraad een beetje gelijkmatig erin. Ik kan het ook nog even checken. Ah, kijk. Ik steek de naald er doorheen en het zou moeten corresponderen. Dan komt het natuurlijk wel eens voor dat dat niet gebeurt, maar dan kun je het met de hulpdraad kun je het dan een beetje corrigeren. Zoals je ziet, we hebben hem hier doorheen gehaald met het afkanten. Je haalt hem er weer uit en deze haal je er ook uit. En dan heb je een mogelijkheid om het dus heel rustig zo van de steken weer af te halen. En dan ga je heel rustig door totdat je ziet, hey, mijn hulpdraad gaat de steken opvangen. En dan hoop ik altijd maar dat hij inderdaad alle steken heeft. En dan blijf je net zo lang doorgaan totdat hij alles gehad heeft. Nou, dat is nummer 1. Die gaan we zo weer op de loom zetten. Hetzelfde doen we natuurlijk met de stokkinet. Ook hier zie je die laatste steek waar de draad doorheen is gehaald, zodat hij gezekerd wordt. Die haal je dan ook er doorheen. Ook deze haal je er doorheen en dan ook weer haal je heel rustig de draad door de steken, zodat dus er wordt uitgehaald tot op het moment dat je zegt van, ah, alles is eruit. Kijk, en wat ik hier heb gedaan is per ongeluk toch de hulpdraad door de draad heen, ondanks dat ik een naald met stompe punt gebruik. Daarmee voorkom je dat hij overal doorheen prikt. Dus ik ga toch eventjes de hulpdraad er weer opnieuw doorheen halen. Ook weer aan die linkerkant. Nou, ik weet dat ik nog een stukje uit moet halen met één steek. Dus ik gok het erop dat ik hier goed zit.
En ook hier heb ik het gedaan. Dus ik haal hem er even rustig uit. Ik zet de draad weer op de naald. En ik ga even terug om te kijken. Oké. En ik zet hem er dus weer terug op. Nou, dan ga ik weer verder met het uithalen. En zoals je ziet, hier vangt die hulpdraad eigenlijk de steken op. Kijk, je ziet hem hier eigenlijk al naar die andere toe gaan. Dat is op zich niet erg. Dat kunnen we later altijd nog corrigeren. Dan gaan we eerst deze op de loom zetten. Dat doe je door het lapje er doorheen te halen. Niet te ver, anders kan je niet bij je steken. Je pakt je breihaak. Dit is de kant van de werkdraad. En we gaan de kant, andere kant, gaan we dan op de loom zetten. Want op het moment dat we hier de steken erop zouden gaan zetten, dan kun je dus ja, de werkdraad een beetje mee gaan trekken. En dan wordt dit stukje losser dan dit stukje. Oké, nou, we zetten de eerste steek erop. Het stokje net is een rechte steek, dus we moeten zorgen dat hij er niet gedraaid op komt. Dan haal je je hulpdraad. Die haal je er alvast uit. En zoals je ziet had ik hem hier eentje eronder gestoken. Gelukkig is deze steek dan nog netjes blijven zitten. Je haalt je hulpdraad er weer tussenuit. Je haalt deze een klein stukje omhoog. En zoals je ziet kun je dan je hulpdraad eigenlijk gebruiken om dus die steek erop te zetten. Zo af en toe trek je gewoon ook aan deze kant. Dan wordt deze iets korter. Hier zie je de hulpdraad weer zitten. Je pakt hulpdraad en hetgeen ertussen. En je zet je steek erop. Je haalt de hulpdraad er weer doorheen. En hier zie ik dat ik de werkdraad, die moet ik even aan de zijkant leggen. Hier haal ik weer de hulpdraad een stukje op. Ik pak hem en ik pak de andere kant van de hulpdraad en ik zet de steek er weer op. Idemdito hier. En ik zet de steek er weer op. Je haalt de hulpdraad ertussenuit en je zet de steek erop. En hier is de laatste en ik zet dus het haal het hulpdraadje eruit. Ik ga even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik had inderdaad 8 steken opgezet, dus dat zou moeten kloppen. Nou, ik ga weer van de andere kant dan van de werkdraad werken. Deze steek staat erop. Ik haal hier de steek weer heel even een klein beetje los. En ik gebruik de hulpdraad weer. En ik haal hem ertussen uit. Ik steek mijn draad of mijn haak weer door de draad heen. En ik zet hem erop.
Het gaat hier natuurlijk een stukje makkelijker. Je zou eventueel ook de loom kunnen gaan draaien dan. Je haalt de haak weer door de werkdraad heen. En je trekt rustig hem er doorheen. Je haalt de werkdraad er tussenuit. En je trekt de steek er rustig overheen. Oh, nou, dan maar even op de gok. Want ik trok iets te hard aan mijn hulpdraad. En ik zet de steken er weer op. Dat had dan met de hulpdraad gemoeten. Hier was een klein stukje losgeraakt. Dus dat zet ik dan weer opnieuw op de loom. En ik haal de steken over. Dan kan ik het checken. Door te zeggen van, ik haal zoals die hoort, want ik steek altijd recht over. En zoals je ziet, correspondeert die met diegene die hieronder zit. Dat is je eerste keer wikkelen. Dus nu kun je weer verder gaan met waar je gebleven was en hem dan op de juiste lengte maken of de juiste afkant kiezen voor je projectje. Dan hebben we ook nog die met de figure 8. Ook hier geldt weer voor, je zoekt waar de werkdraad zit. Die zit hier. Je zet het breiwerkje er een klein beetje tussen. Je gaat de werkdraad pakken. En je zet je eerste steek erop. Je houdt het een beetje in de gaten. En je haalt hem er tussenuit. Dit is steekje nummer 2. En zoals je ziet maakt hij eigenlijk al een draaiing. Dus je haalt hem er tussenuit. De werkdraad. Of de hulpdraad. En je gaat naar de volgende steek. En door je hulpdraad kun je gewoon heel goed zien bij welke steek je bent. Dus de kans dat je hem dan, dat je er dan eentje overslaat, die is dan heel klein. Je kan natuurlijk ook even met je breihaak zeggen van, ik haal de hulpdraad er tussenuit. En je zet de steek er weer op. Je haalt de hulpdraad er tussenuit. En je zet je steek er weer op. Nou, dit zou de laatste moeten zijn. En je zet je steek erop en je haalt de hulpdraad ertussenuit. Nou, net kwam ik tot de ontdekking dat het toch wel ernstig handig was als ik het van voren af aan deed. Ik ga ook weer, hier zit mijn werkdraad, dus ik ga vanaf deze kant beginnen. En ik doe precies hetzelfde als wat ik in de vorige rij heb gedaan. Ik ga de steken erop zetten. Waarschijnlijk heb ik hem met de hulpdraad gewoon goed erop gezet. En krijg ik overal netjes de gedraaide steken ook die de figure 8 of de 8 steek hebben. Dus dat komt dan goed uit, maar ik ga het zo direct natuurlijk nog wel even checken. Ik had het natuurlijk ook wel even kunnen tellen van, heb ik al mijn steken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, dat klopt. Dat waren er inderdaad 7. Nou. En ik zet hem er weer braaf op. Nou, nog 2
steken. En dan zou die wel weer helemaal erop moeten. Nou, hier zie je dus, maak ik een iets driftige beweging. En ik pak hem nu gewoon met mijn haak. Of gewoon. Ik pak hem met mijn haak. En ik zet hem erop. En dit is de laatste steek. En die zet ik er ook op. Hulpdraad eruit. En ik ga checken of inderdaad mijn figure 8 netjes gedraaid is. Dus hier begint hij zo. Hier begint hij ook zo. Dus je checkt of alle steken aan elke kant dezelfde kant op gaan. En zie je het dan dat het niet zo is, dan draai je hem gewoon weer de goede kant op. Ook hier, nou, die zit iedere keer boven. Dus dan klopt het. Alleen deze dan niet. Dus we draaien hem dan gewoon de kant op. Gewoon door te kijken. En dan zie je dus dat hij ook gedraaid is. Nou, en vanaf nu kun je je weg weer vervolgen. En dan kun je ook eigenlijk nog dubbel checken van, hé, zat het nou wel of niet goed? Want ik zie dus dat mijn eerste steek inderdaad niet goed zat. En ik ga weer wikkelen. En ik zie gewoon dat die dus correspondeert met die rij die eronder zit. Zo. En ik kan weer verder gaan tot de gewenste lengte. Of ik ga hem nu opnieuw afkanten. En dan met de juiste afkant. Dit was een uitleg over hoe je op een redelijk makkelijke manier de steken weer terug kunt zetten op de loom. Zonder dat je daar steken mee verliest. Doordat je dus te hard trekt aan je breisel. Waardoor er dus een klein laddertje om kan gaan ontstaan. Ik wens jullie weer veel breiplezier toe. En tot de volgende keer maar weer.